Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met Niels Benny. Wij gaan even lekker motorbiken in Amerongen. We gaan even lekker crossen vandaag op de motorbike. Het is iets anders wat je normaal gesproken gewend bent, maar we hebben de smaak te pakken. Tenminste ik naar de WK Eliminator. Want het ging zo goed daar dat ik het door ga pakken. Dat je maar even moet oefenen, dat is het. Ja, dat denk ik ook. Laten we daar maar op houden. Nivea man, no spon. Nou Benny, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het redelijk pittig al die klimmetjes hier. Oh, we zitten 15 minuten in de rit en we hebben nu al 100 hoogtemeters. Dat is niet normaal. 8 per uur, hasselen 157. Hé, hey, netjes wisten. Nou, ik vind niks. Voor mij maar heel dag klimmen. Oh nee, toch niet. Oh nee. Goed eens even aan je hoofd. Nou, we zijn bijna gearriveerd bij Harry Slinger volgens mij. Lopend omhoog hier. Zometeen kom attack bij Niels Bensink. Wat zijn je tactiek? Nou ja, net zaten we 17 seconden achter, terwijl dat de eerste poging ooit was. Nooit de trail gezien. Wat is dit dan? GoPro zit erop. Nu ik nog fit. Je hebt een minuutje rust gehad. Nu ga ik ook echt gewoon full speed. Zo van Gent even bellen. Doe eens, doe eens, doe eens. Hey, wat is jouw tijd op Harry Slinger?
record staat op 40, ja. Maar ik denk dat de oude baan is. Ja, zoiets stond ook op Facebook, maar ik ga gewoon mijn best doen. Top 10 moet erin zitten. Ik sta nu 50 meter voor de start, dus ik kan al aansprinten en dan... Ja, ik ga er echt voor. Yo. Succes hè, Benny. Komt-ie. Je hebt me teleurgesteld, joh. Nou, ik reed dus de eerste keer 57 seconden. Toen reed ik wel hard, maar een beetje voorzichtig. Nu reed ik volle bak, reed ik 1.11. Dat kan niet. Ik vind het mooi geweest. Gaan we terug naar de auto. Ja. Nou, dat was het rondje weer. Ik heb ervan genoten. Niels helaas niet de kom gepakt. Jammer, jammer weer. Wel zuur na een inspanning van een minuut. Maar ja, het is niet anders. Volgende keer beter. Andere route misschien. Dus mochten jullie nog suggesties hebben waar wij de volgende keer heen moeten... Laat het even in de comments weten en wie weet maken we daar ook een video van. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.